pres netite. We staan weer aan de vooravond van een inzamelingsactie van SUEET. We gaan van 10 tot en met 21 december inzamelen. Voor een goed doel natuurlijk. Dit jaar is het target gesteld op 500.000 SRD. En dat was nog voor de devaluatie. We hebben het niet aangepast. Dus we laten het bedrag op 500.000 SRD. Dit jaar hebben we 5 tehuizen uitgekozen. Tehuizen die werken met mensen met een beperking, in het bijzonder kinderen met een beperking. We hebben gekozen voor Huis op Italiada, de Huberstichting, Stigesu, het Zuster Dankers Centrum in Ikeri, maar ook het Blinde Centrum in Paramaribo. We hebben partnerschappen dit jaar. Ik kan noemen ABC, die ook gaat inzamelen op initiatief van Trace Ralim. En in Ikeri Sita Supermarkt. Via de correspondent van Radio 10 in Ikeri, Ricky Risti. En laat me dan direct erbij vermelden dat met heel veel hulp van de Nationale Loterij en de overheidsinstanties wij dus op 21 december om 5 uur iedereen die 50 SRD heeft gedoneerd of een veelvoud daarvan de kans krijgt om deze auto te winnen op de laatste dag 21 december om 5 uur 's middags. En dat is dus een auto die we als ondersteuning hebben gehad van Pan American Motors, van Toyota rond 2007. Leuk om te weten is dat als er geld overblijft, nadat we zoveel als mogelijk hebben kunnen doen voor deze 5 organisaties, we natuurlijk ook andere tehuizen willen gedenken. Want geloof me, het is niet echt geld uit te drukken wat deze mensen elke dag doen voor onze kinderen en ook voor onze volwassenen met een beperking. Zoals het vorig jaar hebben we een lied aangekoppeld. Met muziek bereiken heel veel, met die song kan je heel veel mensen bereiken. En ik mag zeggen dat we artiesten hebben gekregen die natuurlijk een bijdrage hebben geleverd. Deze mensen hebben natuurlijk toegezegd omdat ze allemaal ook een beetje zijn betrokken in het geheel van de kinderthuizen. Zeg maar. We gaan ervoor, 500.000 in totaal. Wil je 500 SRD zetten, dat mag natuurlijk. Maar we zijn ook blij met 1 SRD. Want ook de muntjes gaan we netjes vervoeren naar de bank en bijtellen. Dus nogmaals, hierbij een officiële oproep aan elke Sranaman om op welke manier dan ook een bijdrage te leveren aan SUE 2015, zodat we deze 5 kinderthuizen of tehuizen kunnen voorzien van datgene dat ze nodig hebben.